Net gepraat met een van de Tio's hier. En het raakt me best wel een beetje. Hij is super bezorgd over zijn twee kleine jongens. Van een jaar of 5, 6. En zijn vrouw die thuis zitten. En hij is nu al 3 weken non-stop achtereen aan het werk. Omdat de andere Tio's thuis zaten. Ze hebben hem nu dus gevraagd een paar dagen geleden of hij weg wil. Of dat hij wil blijven. En hij heeft gezegd, ja, ik wil terug naar mijn familie. Maar nu weet hij het eigenlijk niet meer. Want als hij weggaat, dan weet hij niet wanneer hij weer terug kan komen. Weet hij niet wanneer hij weer werk heeft. Maar als hij hier blijft, weet hij ook niet wanneer hij weer naar zijn familie kan. En hij weet niet wie ervoor zorgt dat ze eten krijgen. Dat ze medicijnen hebben. Dat als zoontjes ziek worden, dan wie er dan voor hen zorgt. Dus met hem erover gehad. En waarschijnlijk wil hij nu wel blijven. Want dit is gewoon een kans om... Hij wil ook niet teruggaan en zonder geld zitten. En dan liever dat zijn zonen huilen omdat ze hun papa missen. Dan dat ze, honger hebben. Dat zei hij, ik wil niet dat mijn zonen huilen van de honger. Dat kan hij niet aanzien. En als hij moet werken, dan moet hij werken. Dit is de realiteit nu hier van zoveel mensen. En dan hebben ze hier dus nog een kans om te werken die heel veel mensen niet hebben.